Bij Afobaka in Suriname nadert met het vorderen van de bouw van de stuwdam het Brokopondo-project zijn voltooiing. Doel van dit project is het water van de Suriname-rivier op te stuwen voor de opwekking van elektrische energie, ten bate van onder andere een bauxietverwerkende industrie die hier in de toekomst zal verrijzen. Het was deze dagen feest in Afobaka, omdat het moment was aangebroken waarop de dam zou worden doorgegraven die het water van de Suriname-rivier tijdens de bouw van de stuwdam om de bouwput heen had geleid. Door het verwijderen van deze dam kon de rivier zijn oorspronkelijke loop hernemen. Naarmate het gat breder werd, stroomde het water met groter kracht in de richting van de stuw en op het moment dat de rivier in de tunnels kwam, werd de dam in gebruik gesteld. Wanneer straks ook het laatste gedeelte van de stuwdam gereed zal zijn, zal het water van de Suriname-rivier gaan stijgen, waardoor in het oerwoud een reusachtig stuwmeer zal worden gevormd, dat door middel van de turbines in de krachtcentrale de energie zal leveren voor de industriële opbouw van Suriname.